Dan heb je zo'n grote combine met zo'n kleine zielige trailer. Maar zo kun je wel zien wat het verschil is tussen een trailer en een haksla. Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Pure Farming 2018. Het is een tijdje geleden dat ik deze game heb gespeeld, maar zover ik weet zijn er een paar aantal updates geweest. Wat ik trouwens net heb gevonden is, laat ik eventjes zien, want ik wil binnenkort ook even een keertje een free game doen. Maar kijk eens wat we hier hebben, een dikke Dirt's 9 serie. Jojojojojo, hoe duur die is weet ik niet, maar ik weet ook niet of dat ertussen staat trouwens. Maar die kunnen we dus, we kunnen ook een Chandelier doen of een... weet ik veel, je kunt ook... Ja, dit zijn gewoon mods die je gewoon kunt gebruiken. Dat is wel super tof. Dit is van... super great model, great looking tractor. I had the same issue with the Agpil Maximus. Try the tractor for the two row plow. Every time I move the plow to one side or the other, the whole tractor springs to right. Ja, ik weet ook niet hoe die mods werken, maar... We zijn vandaag in Colombia. Ofwel, Colombia. En we moeten dus... met dit ding... koffie gaan oogsten. Dat komt ook niet zo vaak voor. En dat is dus die kant op. Dus ik weet niet waar we het beste naartoe kunnen. Want wij zijn nu hier. Dus het beste kunnen we gewoon hier langs. En dan zo. Juist ja. Dus we moeten vandaag koffie gaan oogsten. Dus dat is op zich wel geinig. Dat weet ook nog niemand natuurlijk. We hebben ook bizar weinig geld. Dus ik hoop dat wij wel redelijk wat geld kunnen krijgen. Je kunt volgens mij wel met het stuur sturen. Maar of dat nou al helemaal lekker is, dat weet ik nog niet. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Want ik heb de game serieus net opgestart. Dus het is voor mij ook allemaal weer een beetje nieuw. Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat ik deze game überhaupt heb gespeeld. En ik zit een beetje scheef. Mijn camera moet ik met die kant op hebben. Want ik zit altijd scheef in frame. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar laten we eventjes die kant op rijden. Het is niet zo heel ver rijden. Maar dan moeten wij dus... dinges moeten wij doen. Hoe heet dat? Koffie moeten we oogsten. Met deze machine. Volgens mij werkt hij bijna hetzelfde als die olijven wat we toen ook hadden. Dus we moeten maar eens eventjes kijken hoe dat ding in zijn werking gaat, want we zijn er bijna. En de geluiden natuurlijk in deze game die zijn gewoon perfect. Het is gewoon echt waar. Het ziet er echt heel vet uit. Oké. F-work. Doet hij het al? Nou doet hij het. Wat goed is, krijgen we toch... Ja, nu krijgen we koffie. En ik weet ook niet hoe dat in zijn werking gaat, hoor. Maar moet je kijken, dat is ook allemaal geanimeerd, zie dat? Daar komen de koffiebonen uit. Nou, wat mooi. En ik weet ook niet hoeveel we moeten doen. We moeten in ieder geval het veld moeten wij... harvest the coffee beans, go to the coffee purchasing center. Dus als we dit hebben geoogst, moeten wij koffie gaan verkopen. En dit hoort allemaal al bij ons, hè. Dus dat is op zich ook wel geinig. Dus laten wij... een stukje achteruit. En laten we er eentje overslaan. Ik denk dat dat wat beter is. Ja. Maar ja, ik moet dus even wachten dat hij het doet. Want ik ben nu twee plantjes ben ik nu vergeten. Met oogsten. Ja, op zich maakt het niet zoveel uit. Want je kunt op de map links onderin zien. Kun je dus zien wat ik wel en wat je niet hebt geoogst. Dat is op zich ook wel handig. We moeten dus eerst even wachten tot dit ding vol is. En dan kunnen wij dit verkopen. En dan kunnen we verkopen, krijgen we geld voor, denk ik. Ja, dat lijkt me handig. Wat we daarmee moeten doen, ja, dat weet ik ook niet. Laten we nou eventjes weer die kant op gaan. Laten we eerst wachten totdat hij aanstaat. Nou, hij gaat in de toer en dat betekent dat hij nu aanstaat. Juist hem. Mooi. Laten we hem maar eventjes doorblaffen en dan, als we vol zitten, kom ik op jullie terug. En dan gaan we eens even kijken wat we dan moeten gaan doen. Alright, we zitten bijna vol. We maken even dit rijtje nog af. Ik denk dat hij 2500 in kan ofzo. Nou. De storage is vol. Oké, prima. Dus wat we dus nu moeten doen is dus naar de koffiecel dinges. Dus we moeten de koffie gaan verkopen. En dan, ik weet ook niet hoeveel geld we hiervoor krijgen. Want we hebben maar 8000 euro, dat is niet zo heel veel. Dus ik hoop dat we wel redelijk wat geld hiervoor kunnen krijgen. Zodat wij toch wel weer wat leuks kunnen doen. Want go to the coffee purchasing center and sell your harvest, staat er.
Want elke keer als je overvliegt van Amerika naar Colombia, of in ieder geval als je de hele tijd vliegt tussen verschillende dingen, zeg maar, dan moet je ook geld betalen. Dat kost 1000 euro per vlucht. Dus dat is, dat is best duur. En ik weet ook niet hoe we dan het beste het geld kunnen verdienen in deze game. Maar ja, zover ben ik nog niet met deze game natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit in zijn werking gaat als wij weer wat geld over hebben. Dus doen we even F, U en U. En dan kunnen we even... Hoe dit ook alweer? R toch? Hoe dit ook alweer? Hier, leave vehicle. Leave vehicle. Hoe leeg je dit ding ook weer? Q toch? Oh, H, cel. F1 en U. F12, zo. Hebben we eventjes een fotootje gemaakt. Oké, we... Toss more coffee. Get in the gum so much combine. In de haksla. Attach the header. Volgens mij hebben we dit ook nog nooit gedaan. Wel, drive to the... We gaan hennep. Yo, we gaan hennep. Hennep. Italy unlocked. You can travel there using your tablet once the travel planning option is unlocked or via the logistics center. Oké, dus ook Italië hebben we nu unlocked. Dus dat is op zich ook wel leuk. Oké, drive to the hennep field. We gaan oogsten. Wiet. Lekker. Wiet. Ja, wiet, hennep. Hennepplanten. Maar die worden ook in het echt gebruikt voor de koeien namelijk. Maakslijm hebben we volgens mij ook nog nooit gedaan, of wel? Volgens mij niet. Ik moet daar even naartoe rijden. Het is wel allemaal veel rijwerk trouwens. Maar ja, ik weet het. Het stuur gaat de hele tijd heen en weer, links en rechts. En weet ik voor wat. Maar hopelijk is het niet zo heel erg hinderlijk. Hup, over het water heen. Mooi. Dan moet ik ook eerst even de trekker ophalen. You need to attach the trailer to start work. Jo, meen je dat? Dat is op zich ook wel logisch, hè? Waar is de driller op aan? Waar is de driller eigenlijk? You need to attach the trailer. Waar is die dan? Vehicle store, wat heb ik nou allemaal? Vehicle store, kan ik ook zien. Work with the combine. Remember to attach the trailer which is required when you want to use this combine harvester. Check the encyclopedia tab if you want to know more about the Gumshmash Palace. Help up. Ja, dat is leuk. Great job, blog, and you receive your payment. I give you Skyberry combine harvest as a bonus. This vehicle is yours. Remember that coffee, like any other crop, can go bad, so it should be harvested quickly. Now it's time to harvest the hennep. For that you will need a combine and a forager. You will find them near one of the sheds. Maar volgens mij kun je dat ook op de map vinden, of niet? Of we een trailer hebben. Nou, we hebben hier een waterding. We hebben hier zo'n ding. Maar hebben wij een trailer? Of moeten wij eerst een trailer kopen? We zouden ook nog een trailer moeten kunnen kopen natuurlijk. Hè? Want ik zie zo niet waar de winkel is. Is dit de winkel? Workshop. Volgens mij wel. Wat zit hier op daar? Ook koffie. Wat is dit? Trade Center. We moeten dus eerst hierin weer te trekken om een trailer op te halen, denk ik. Nou, laten we dat dan maar eventjes gaan doen. Zit hoor. Red even down toe. Ga ik even een trailer aankoppelen. En dan kun je even hen op oogsten. Nou, dus zijn we bij de winkel. Ik heb even op de map gekeken, maar ik kan nergens een trailer vinden. En ik weet niet wat voor een trailer we zouden moeten hebben, namelijk. Combine harvester, caterpillar heavy, tractor heavy, caterpillar light, tractor medium. Ik denk dat we gewoon deze gaan kopen, toch? Want ik weet dus niet. Hooklifter used for transportation of bulk goods. Ja, je hebt Joske en Emma, die zijn er allemaal veel te groot, jongens. Capacity 10.000 kilo, 2300 kilo. Ja, dat is niet zo heel veel, hè? Je kan achter, maar hier kan ik niet meer achteruit rijden. En deze kost 9600 euro, maar dat vind ik wel heel erg veel.
Combine Harvester, Caterpillar Heavy en Tractor Heavy. Combine Harvester, Caterpillar Heavy, Tractor Heavy, Caterpillar Light. Tractor Light en Tractor Medium. Maar wat ik zeg, ja, we kopen deze anders wel, maar ik weet dus niet of die achter de Combine kan. Of achter de hakslaan bedoel ik. Nou, we gaan er gewoon voor. Dank u. Nou. In de trekker weer. Daar is de trailer. We moeten weer naar de hennepkwekerij. Tok, dat was het hek. Oh. Zit hij eraan vast? Het ziet er wel heel armoedig uit zo, hè. Maar goed, maakt niet uit. Op naar het veld te kijken of dit werkt. Nou, daar zijn we dan. Nou, deze moeten we wel achter kunnen, toch? De trekker aan de kant zetten. En dan mogen we hierin zitten. Kijk jongens, die schaling vind ik zo vet in deze game, hè. In Farming Simulator ben je allemaal net zo groot als de trekkers. Maar hier kun je echt zien dat het echt een grote trekker is. En dat vind ik super vet. Net als de Combine. Moet je kijken wat voor een beest van een trekker dit, of een beest van een machine dit is, joh. Dat is super vet. Oké, aankoppel dat ding. Wat een zielig trilletje. Vergelijken hier weer. Wat erg. Even kijken. Move device up. Oh, dat gaat gewoon zo. Oké, als het goed is, gaan wij nu oogsten. Ja hoor, het werkt. Het is wel een beetje armoedig dit hoor. Dan heb je zo'n grote combine met zo'n kleine zielige trailer. Maar zo kun je wel zien wat het verschil is tussen een trailer en een haksla. Oh, die moet ik even voor of maken. Dit gaan we als thumbnail gebruiken. Een zielig klein trilletje. Maar het werkt. Oh, wat zielig dit. Groot en klein. Wat zielig dit. Maar wel vet. Maar als we dit verkopen. Nou, volgens mij kan dit echt hoor. Die trailer is veel te klein, joh. Die pijp moet veel meer naar beneden. Maar goed, als dit werkt, werkt het natuurlijk. We moeten dus wel heel wat oogsten. Wat een zielig trilletje. Maar echt waar, jongen. Moet je kijken hoe goed die schaling is, joh. Het trilletje vergeleken met die hakselaar. En de trailer zit vol. Dus nou moeten wij. Ja. Dan moeten we die weer pakken. En dan moeten we dus nou. Moeten we dat dus verkopen. Dan moeten we eerst meer. Eigenlijk, misschien hadden we iets en een grotere trailer moeten halen. Maar goed. Maar waar kunnen wij hennep verkopen? Wrong angle. Ja, dat is op zich wel logisch. Oké, even kijken waar we dit moeten verkopen. We hebben hier de coffee buyer. Wij zijn hier. Waar kunnen wij dit het beste verkopen? De hennep buyer. Oh, dat is daar. Oh, dat is niet zo ver. Dat is aan de overkant van het water. Dat is daar. Nou, gaan we dit even verkopen. Even kijken hoeveel we hiervoor krijgen. Nou, zijn we bij het verkoopcentrum. Hoeveel krijgen we hiervoor? Geld, ja, dat gaat bij lange na niet zo snel als die koffie. Bij lange na niet zelfs. 1100 euro. Nou, dat is de moeite waard. Oh, sorry. Dat was het hek. Nou ja, laten we nog maar eventjes dooroogsten dan. Die koffie, die is veel meer waard. Goed, we zijn met het laatste kleine beetje van hennep zijn we mee bezig. We hebben nu wel weer 13.000 euro. Dus dat is op zich ook wel lekker. Maar eigenlijk zit ik, misschien moet ik maar eventjes die koffie moet ik eigenlijk maar een keertje gaan oogsten. Want daar krijgen we heel veel geld voor. En dat er in de mail stond dat de koffie nogal behoorlijk snel kapot kan gaan, is dat natuurlijk zonde van ons geld.
En zonde van het gewas, dus dat is een beetje jammer. Want we moeten alleen nog, het balkje boven is bijna helemaal vol. Als die vol is, dan hebben we dit ook klaar. Dan moeten we het dus verkopen. Ik weet ook niet of wij, of ook daadwerkelijk daar moeten verkopen of dat we ergens anders heen moeten. Maar goed, omdat we zo'n klein zielig trilletje hebben. Ja, heb ik het maar heel de tijd dichtbij gehouden. Als de balk vol is, is de balk vol. Maar ik wil wel de triller vol hebben. Want dan krijgen we extra geld natuurlijk. 3, 2, 1. Plump. Deliver your harvest to the purchasing center. Maar volgens mij staat ook gewoon, daar. Ja, zie je wel, is gewoon hetzelfde punt. Maar dat gaan we doen. Maar eerst wil ik eventjes de triller vol hebben. Anders vind ik dat ook zo zonde. Kijk, we hoeven niet helemaal natuurlijk alle stappen te volgen. Kijk, we kunnen nu bijvoorbeeld ook gewoon verder met die koffie. We hoeven niet per se dit te doen. Als we een beetje het verhaal volgen, dan kunnen we op zich wel zien wat we dan moeten doen. Maar ja, ik denk dat free game ook wel een keertje leuk is. Ja, het geld wordt dan misschien een issue. Want dat je niet zo heel snel geld verdient in deze game. Maar ja, ik heb toen een keer cheat engine geprobeerd. Maar dat was mijn hele, alles was kapot. Dus dat was niet helemaal geweldig. Ik kon de game niet meer starten. Of ik kon de game wel starten, maar de save file kon ik niet meer starten. Dus dat was een beetje jammer. En hij zit vol. Dus doen we R. Doen we F. Dan gaat die in. En doen we R, gaat de pijp in. Drukken we op T. Wordt de trailer ontkoppeld. En dan stappen we weer in het trekken. En dan gaan we die kant op rijden. En dan ja, gaan we vanzelf zien, hè, waar we moeten. Maar moet ik dat? Oh, je moet dat met de combine doen. Je mag dat niet met een trekker doen. Oké. Okay. Maar dat is een beetje vreemd. Waarom zou je met een waarom zou je met de combine helemaal naar het sellpoint gaan? Maar goed, het zal wel. Want zo moeten wij dus verkopen met de combine. Haksla. Hey, waarom zeg ik altijd combine? Maar dan komt dat hier in de games zeggen ze ook combine. Dat is niet helemaal handig. Maar goed. Nou. Deliver the harvest to the purchasing center. And sell your harvest. Nou ja, we krijgen iets, volgens mij iets van €1400 per trailer. Nou, dat is helemaal niks. Vergeleken met wat we van die koffie kregen. We krijgen van die koffie veel malen meer. Maar ja, als we een beetje geld nodig hebben. Ja, dan moeten we gewoon even kunnen. Ja, dan kan ik in mijn eigen tijd wel even doen. Dan gewoon even die koffie oogsten. En dan hebben we een beetje geld. Want ik weet ook niet hoe het verder natuurlijk alles gaat. En er zit natuurlijk wel een soort van verhaal in. Dan moeten we dingen kopen. En hebben we niet genoeg geld. En weet ik veel wat. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Nou. Hier zijn we. Sell your harvest. Ha. Dan wordt het verkocht. En dan. We moeten nog veel meer verkopen. Maar goed, dat doe ik wel in mijn eigen tijd. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video van Pure Farming 2018. Hopelijk heb je genoten. Binnenkort wil ik even een free game doen. Even kijken hoe dat in elkaar zit. Mocht je een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauwe duim omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat uiteraard ook zeker. Dat zou ik super tof vinden. Graag zie ik jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!